Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van nummertje 39, de klus slash verbouwserie hier op YouTube, waarin we je de afgelopen, bijna het afgelopen jaar hebben laten zien hoe we van een bouwval naar ons droomhuis gingen. Deze video gaat niet over het huis, deze video gaat weer over de tuin. Een tijdje geleden heb je deel 1 van de tuinmetamorfose kunnen zien. Toen hebben we terras gelegd, we hebben een heg gemaakt, we hebben een enorme kuil gegraven. En nu is het tijd voor deel 2. Nou wilde ik deze video heel graag buiten opnemen, want ik dacht dat is leuk, want het gaat over de tuin. Maar er zijn buiten allemaal van die bezemwagens bezig, dus dat geeft echt een takkenherrie. Dus ik blijf even binnen zitten als je het goed vindt. En ik ga je laten zien wat we de afgelopen weken in de tuin hebben gedaan. Nou, om je geheugen even op te frissen, dit is hoe de tuin er eerst uitziet. En het grootste probleem was vooral dat het gewoon enorm verwilderd was. Dus de vorige eigenaar die had er niet zo heel veel tijd in gestoken. Ik denk de vorige eigenaren, want het was al zo vergroeid dat het een soort boes was. Het was verschrikkelijk. En dat hebben wij dus helemaal aangepakt. En zijn we begonnen met het graven van een kuil in de tuin, want we wilden graag het terras hoger dan de rest van de tuin. Misschien kom je zo nog aan een vriendin, Mike. Als je een kuil wil, dan moet je blokken plaatsen zodat je kuil niet inzakt bij hevige regen. Zo, ja. Ik zou wel je handen vast andersom doen, want dan kan je hem meteen laten zakken. Ja. Anders breek je je polsen. En wij doen hem gewoon recht naar achteren. Wij doen hem gewoon recht naar achteren, toch? Ja. Ja. Oké, heel goed, Mike. Kom maar. Ja. Kijk. Nou, jongens. De voorbereidingen zijn klaar. Het is helemaal gelukt. Alleen moet de andere kant dus nog. Dus er liggen nog allemaal... De rest vond het een beetje lijken op grafstenen. Hele goedkope grafstenen. Er liggen allemaal goedkope grafstenen bij ons in de kuil. Onze vrienden van onlinegroen.nl die hebben een enorm leuke haag geplaatst in plaats van een schutting. Op deze manier hebben we gekozen voor een groene oplossing in de tuin in plaats van een schuttingoplossing. En het is ook meteen lekker dicht. Dus dat was echt ideaal. Ik kreeg nog veel vragen over waar de tegels vandaan komen, maar die komen dus van terras en trends. Net als onze trap, het zijn gewoon een soort grote betonblokken. En toen was het tijd om ook de rest van de tuin aan te gaan pakken. Nou, het eerste wat we nog moesten doen waren diezelfde blokken die we dus links hadden geplaatst ook nog rechts plaatsen. Zodat met onze andere buren de boel niet zou instorten. En daarvoor kregen we gelukkig hulp. Deze twee toppers komen namelijk weer helpen. Ja, deze moesten we helemaal opnieuw zetten. Gaap! Ik vind het wel niet leuk. Nou, ik ook niet. Jort ook niet. Jort staat te springen hier, vriend. Ja. Hey, nou is hij wel bijna 19. Nou is het plaatsen van die blokken echt onwijs precisiewerk. Ik bedoel, je wilt toch wel dat ze recht in lijn staan en dat ze ook waterpas staan. Omdat het er anders gewoon heel slordig uitziet. Dus die jongens hebben hier echt op lopen ploeteren. Het was echt een hele kunst om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, echt onwijs lief dat ze ons hiermee hebben geholpen. Want Lars die was helemaal chagrijnig van, die vond het echt een verschrikkelijke klus. Dus ik ben heel blij dat Quinn en Jordi ons zo goed hebben geholpen. Die kuil die is ontstaan uit dit idee. Dit plaatje had ik gezien op Pinterest en ik vond dat er zo knus en sfeervol uitzien. Dat dat dus een beetje het idee werd van onze tuin en daar hebben we alles op gebaseerd. En ik wist dat ik gras wilde in die kuil. Nou hebben we gekozen voor kunstgras en ik ga je zo meteen vertellen waarom. Maar het moment was daar dat kunstgras zou eindelijk gelegd worden en we moesten dus echt nog enorm veel doen. Die blokken moesten dus nog geplaatst worden, maar er moest ook zand komen in de kuil als ondergrond. En we wilden heel graag aan het einde van het terras, wat ik ook op die foto had gezien, plantenbakken maken. En het was wel handig als dat gras tegen de plantenbakken zou worden aangelegd. Dus daar moesten we ook even een flinke slag in slaan. Oké, plantenbakken maken dus. Het is 8:00 's ochtends en wij gaan beginnen aan onze plantenbakken. Ik ga je heel even uitleggen wat het idee is. Ik heb het eerste rijtje stenen al gelegd, zoals je kan zien. Hier gaan we dus 4 rijtjes maken. Dus hij komt ongeveer zo hoog. En vervolgens gaat hij dan hier de hoek om en loopt hij zo door. Daar komt niks.
En daar komt ook niks. Ik vond het namelijk juist leuk als het zo vanaf het terras meteen overloopt in planten. Dus daar gaan we geen randje maken, maar hier vind ik het wel zo mooi om een randje te maken. Nou, uiteindelijk gaan we dat nog stuken en komt er nog een afdeksteen op. Maar dat ga je allemaal in een rot tempo zien. Wij gaan alleen niet zo heel snel. Dus nou, ik zou zeggen, laten we maar gewoon gaan beginnen. We gaan het maken van kalkzandsteen. Dat zijn deze blokken. Zandcementsteen? Kalkzandcementsteen. Zandcementsteen. Oké, we gaan dit maken van zandcementsteen. Die liggen hier allemaal. En die gaan we aan elkaar lijmen met blokkenlijm. Dat ligt hier. Een zomerrecept. Fijn. En uiteindelijk moet het dan wat worden. We hebben hier binnen ook de nodige muurtjes meegebouwd. Maar dan van de binnenvariant. Dus met binnenblokken. Dus in principe zou dit goed moeten komen. Zou je zeggen. En ik zijn hier de fundering aan het maken voor de tweede plantenbak. We zijn vandaag tot hier gekomen. En we gaan hem nog afmaken. Maar dit was gewoon even prioriteit. Omdat ze dan het gras er morgen tegenaan kunnen leggen. Nee. En we gaan hier dus alleen de eerste rand zetten. Zodat ze daar het gras tegenaan kunnen leggen. Hey, Ben, ben je er ook, jongen? Een koep helemaal plassen van enthousiasme. Oké. Okay. Ja, jongen. Wie is dat koep? Die zegt... Ah. Ja, man. Bumper ging op de poot staan. Nou ja, dus Is nu chef stratenmaker. Ah. De plantenbak stonden en al dat zand dat lag nog voor op straat. En dat moest allemaal nog in die kuil. Dus we hebben echt in de late uurtjes in de zeik, in de regen, dat zand naar achter staan scheppen. Dat was even een opgave. Echt, oh. Oké, alle voorbereidingen waren klaar en het was eindelijk tijd voor het kunstgras. Nou heb ik natuurlijk op Instagram al gedeeld voor kunstgras hebben gekozen. Ons kunstgras komt van Family Gras. En de reden dat wij voor kunstgras hebben gekozen is eigenlijk vooral het praktische gedeelte en het onderhoudsgedeelte. Het praktische gedeelte is dus dat je eigenlijk alles op je grasveld kan zetten zonder dat je grasbruin wordt. Nou, ik heb gezien bij mijn ouders, die hebben ook kunstgras, dat het gewoon enorm veel scheelt aan stress, aan zaaien, aan bang voor bruin gras. Het ziet er natuurlijk gewoon altijd mooi uit. We hebben nu buiten ook een tuinset staan op het gras. En die kan er gewoon staan zonder dat ik me druk hoef te maken of het gras daaronder dan doodgaat. Dus stel je voor dat ik die tuinset naar de andere kant van de tuin wil verplaatsen. Dan veeg je eventjes de haartjes zo weer omhoog en dan is het helemaal goed. Dat was voor ons het eerste belangrijke ding om voor kunstgras te kiezen. Het tweede was dat wij zijn allebei niet echt van de tuinieren. En met normaal gras ben je zo wel, zeker in de zomerperiode, 2 keer per week aan het maaien. Nou, dat zagen we al niet zo zitten. En dat in combinatie met het feit dat het dus gewoon zo mooi blijft en altijd groen is in je tuin, dat heeft ons over de streep getrokken. Nou was het nog best wel een ding, want als je intypt op Google kunstgras, dan krijg je natuurlijk enorm veel zoekresultaten. Nou, waar ga je dan beginnen? 1 ding was zeker... Kunstgras van een bouwmarkt is over het algemeen niet helemaal wat wij zochten. We hebben natuurlijk zometeen 80 vierkante meter wat bedekt is met gras. En dat kunstgras van de bouwmarkt is gewoon echt kunstgras. Dat ziet er ook gewoon echt heel erg kunstgrasserig uit. En dat was niet de look die wij wilden. We wilden heel graag een hele natuurlijke look.
En zo kwamen we terecht bij Familygras. Familygras heeft namelijk verschillende soorten kunstgras die gewoon echt lijken op echt gras. Dus er zit een soort kleurtje doorheen en een mosachtig dingetje. En er zijn verschillende soorten gras waar je uit kan kiezen. Nou, wij hebben voor de meest Hollandse soort gras gekozen die er maar bestaat. Ik zal de naam even in de beschrijving zetten van het gras wat wij hebben. Maar dat is echt, het ziet er gewoon zo realistisch uit. En dat vond ik het allerbelangrijkste, dat het niet zo'n mega soort neppe speeltuin zou worden of zo. Een ander voordeel van Familygras is dat zij een systeem hebben wat zorgt voor de afwatering. Ik bedoel, we hebben een kuil in de tuin, daar gaat veel regen in stromen. Maar daar vertel ik je zo meteen meer over. Ik stel voor dat we gewoon gaan kijken naar hoe het gras gelegd wordt. Echt waar, het is zo gaaf om je tuin in één dag zo'n metamorfose door te zien maken. Echt. Vandaag is de dag waar ik zo onwijs lang naar uit heb gekeken. Vandaag krijgen we kunstgras. En we hebben gisteren echt nog tot in de late uurtjes doorgewerkt om het allemaal af te krijgen. En toen ik bij de kapper zat, hebben de jongens ook echt knijterhard gewerkt. Ze hebben gisteren dus heel deze rand gezet. Heel dit zand erin gegooid. En de heuvel daar wat makkelijker oplopend gemaakt. Ik heb echt een spraakgebrek. Gisteravond hebben Isa en ik nog even hier één deel van een muurtje gezet. Hier staat hij natuurlijk al wat hoger, maar dit was even zodat ze het gras er tegenaan kunnen leggen. En dan vanaf vandaag kunnen we hier gewoon lopen. Na vandaag. Met blote voeten. Zonder dat je alles vies loopt. Zo chill. Zoals je kan zien ligt bijna de hele kuil vol met zwarte platen. En dat is natuurlijk niet het uiteindelijke resultaat. Maar wel een heel belangrijk essentieel onderdeel aan dit kunstgras. Zoals je namelijk kan zien zijn er allemaal puntjes op deze matten. En het zijn een soort dopjes. Ze zijn niet heel scherp, maar je voelt ze wel. En die zorgen zometeen dat het kunstgras op zijn plek blijft. Dus dat is heel handig als je dan gaat rennen of voetballen eroverheen. Dan verschuiven ze niet. En je ziet al die gaatjes. Dus hier zie je gaatjes en hier zie je... ander soort gaatjes. En 1 vierkante meter van deze matten kan 15 liter water vasthouden. Nou, dat is voor ons een heel belangrijk onderdeel. Want zoals je kan zien zitten we in een kuil. En een kuil betekent ook dat het water hier voornamelijk naartoe gaat stromen. En door deze matten hoeven we ons dus niet druk te maken dat het kunstgras zo gaat drijven. Dat heeft namelijk alle tijd om het water weg te laten zakken. En dat komt allemaal door deze matten. Het is echt een super mooi product. Nou is het voordeel ook nog dat ze dit ook gebruiken in speeltuinen voor kindjes. Dus als je hier op valt, dan doet het niet zeer. Als je heel hard valt, doet het natuurlijk wel zeer. Maar er zit een soort schokdemping in, waardoor je dit ook gewoon in speeltuinen kan gebruiken. En dit super proof is voor kleine kinderen. Nou, vooral dat waterdeel, dat is voor ons heel erg belangrijk, omdat het dus een kuil is. En heel veel van jullie reageerden ook meteen toen ze zagen dat wij een kuil hadden van, moet je dan niet iets doen aan de afwatering daarvan? Nou, daar is dit product dus perfect voor. Nou hebben wij hier zwart grond. We hebben hier toch zwart grond? Ja. Zwart grond? Een klein maatje wit zand. We hebben zwart grond. Daarop hebben we dat wit zand neergelegd wat je hebt kunnen zien. Dat is eigenlijk alleen voor het egaliseren, maar dat zwart grond dat kan in principe wel water opnemen. Maar als het echt flink gaat regenen, en dat doet het de laatste tijd natuurlijk best wel in Nederland, dan kan het wel een klein beetje voor problemen gaan zorgen. En door dit product dus niet meer. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Je hebt heel veel gebieden volgens mij rond Amsterdam waar je kleigrond hebt. Nou, dan is dit echt essentieel. Daar zakt je water helemaal niet weg. Dus wat dat betreft is dit echt perfect. En volgens mij is Familygras ook een van de weinigen die dit heeft, toch? Ja, we hebben hier
als enige merk mogen dit verkopen. Ja, nou, super uniek en super perfect product. Ik zou zeggen, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik zit hier namelijk volgens mij nogal in de weg. Dus ik ga weer. Ik denk dat het lekkerder zit zoals het gras ligt, hè? Ja. Ja, hè? Ja. Hoeveel kilo zand zei je dat er nog over dat gras heen ging? Bijna 1000 kilo hier. 1000 kilo. En we hebben al zoveel zand in die kuil gegooid. Oh, deze tuin is wel een zandfestijn. We hebben hier zoveel met zand gedaan. Jeetje, dat is nog eens een tapijt. Lekker? Ja. Ga eens even liggen. Ga eens liggen. Huh? Even liggen. Waarom wil ik dit? Oh. Het is relaxed, hè? Oh, we hebben zo'n mooie tuin. Dit is niet mijn beste Engels, hoor. Oh. Nou, dit maakt het niet beter voor volgende kind. Precies. Nou. Grapje. Ja, blij mee. Echt zo chill. Major love naar Family Grass. Ja, ze hebben echt zulk mooi werk geleverd. Echt niet normaal. Ja, echt top. Aardig gast ook. En nu kunnen we de hele zomer hier chillen. Morgen tafeltennis. Yay! En dan hier op barbecue, toch? Nou ja, niet hier op barbecue, want dan smelt het gras. Maar hier op eten. Ja. En dan op de terras barbecue. Volgens mij kon je het wel zien aan ons. We zijn echt zo enorm blij dat onze tuin nu echt iets meer tuin wordt. En ja, het voelt meteen gewoon zo af. En dat is echt zo'n lekker gevoel. Nou, een week nadat het kunstgras gelegd werd, werd het meteen super mooi weer hier in Nederland. Echt 35 graden. Ons kleine neefje en nichtje kwamen langs. En dit is meteen een van de beste redenen die ik je kan geven om te kiezen voor kunstgras. We hebben gewoon een week nadat het gelegd is, hebben we meteen het zwembad erop kunnen zetten. En die heeft daar gewoon dagen gestaan. De kindjes konden meteen lekker zwemmen. En na een week haalden we het zwembad weg en is er gewoon niks aan de hand. Het is zo relaxed, echt waar. Ander voordeel, je kan dus gewoon op het gras zitten zonder dat je kleding vies wordt. Ik heb heel vaak gehad dat ik met mijn witte broek of witte jurkje op gras ben gaan zitten en dat er echt lelijke groene vlekken in zaten. Daar heb je natuurlijk allemaal geen last van. En een veelbesproken probleem is vaak de hitte die het gras krijgt als het dus echt warm wordt buiten. Nou, wordt dit gras niet heel heet. Het geeft wel warmte af. Ik bedoel, het is natuurlijk een kunstmatig product. Maar dat is gewoon super snel opgelost. Beetje water eroverheen spuiten en je hebt geen enkel probleem meer. En echt een hele dikke knuffel voor de mannen van Family Grass. Die gewoon tot 8:30 's avonds hebben doorgewerkt om het af te krijgen hier.
Ze waren zo aardig en ze legden zo goed uit hoe het allemaal werkte en zo. Ik vond het echt leuk en ik kon ze de hele dag vragen stellen. Het waren echt de meest lieve mannen ever. Dus mocht je ook je gras gaan bestellen bij Family Gras, geef ze even een extra koekje van mij of zo, want het is echt zo chill. Dat was het grasgedeelte, maar we hadden natuurlijk nog plantenbakken die we niet zo met die lelijke stenen gingen laten. Er moest nog iets overheen. Dat hebben we even uitgesteld, want we wilden de bakken gaan stuken. En het is belangrijk dat je voor stuk de ideale weersomstandigheden hebt. Buiten stuken moet het niet te warm voor zijn. Er moet eigenlijk niet te veel zon zijn en niet te veel wind. Maar het mag ook niet regenen. Nou, probeer dat maar eens in Nederland voor elkaar te krijgen. Onmogelijk, dat gaat je gewoon niet lukken. Uiteindelijk moesten we er een keer aan geloven. Ik wilde deze video ook graag online zetten. En ik wilde je wel laten zien wat het resultaat was van die plantenbakken. Dus we zijn er aan begonnen. Lars is eerst al begonnen met voorstrijken. Dat moet een paar uur drogen. En toen komt het stuken beginnen van onze plantenbakken. Oké, het is tijd voor het stuken. Dikke tip, doe dit alsjeblieft als je gras nog niet ligt. Want van ons was even niet anders. Maar het is een stuk makkelijker. We hebben geluk dat we dat kunstgras zo kunnen omvouwen. En dan voorkomen we in ieder geval dat er een stuk op het kunstgras komt. Maar het is gewoon echt een stuk makkelijker als je dit van tevoren doet. Oké, we gaan beginnen met deze kant. Hier zie je dat blok van die L-elementen nog zichtbaar is. Die moeten we eerst even opvullen, zodat hij op gelijke hoogte komt. Daar zit dit helemaal afgeplakt met tape en met folie. Waardoor we niks op de trap gaan knoeien en we gewoon mooi netjes erlangs kunnen werken. We gebruiken voor het buitenstuken geen gewone stuk die je binnen gebruikt, die dus wit is. Maar dit is, hoe heet het ook weer? Cementgebonden? Nee, oh ja. Cementgebonden stuk. Het andere is op kalk. Mortel, ja. Het ene is op kalk, het andere is op cement. Cement is goed voor buiten, kalk is goed voor binnen. Als je kalk buiten zou doen, dan zou het één grote, drappige bende worden. Want dat kan niet zo goed tegen water. En dit wordt onze eerste stukervaring. Ik vind het wel een beetje spannend, jij? Nee, dat heb ik echt niet zin. Nee, we hebben het echt heel lang uitgesteld ook. Het weer moet ook wel goed zijn, maar... Nou, daar gaat hij. Spannend! Nou laten wij je natuurlijk een soort van zien hoe wij het doen, maar ik weet dat wij niet de beste stukkers zijn. En wij hebben dit allemaal bedacht hoe we dit gingen doen aan de hand van een video die we hebben gevonden op YouTube. En die video die zal ik even linken in de beschrijving. Dus mocht je ook zelf je plantenbakken willen stukken en de look krijgen die wij nu hebben, dan moet je even deze video kijken. Want deze man legt het zo goed uit. En echt waar, dit was de beste uitlegvideo die we konden vinden. Dus doe er wat mee. Dan ga ik je nu gewoon laten zien hoe wij het hebben gedaan zonder te veel uitleg. Want ik kan het wel gaan uitleggen, maar we hebben er natuurlijk echt de ballen verstand van. Dus kijk vooral naar die man als je dit zelf wil gaan doen. Nou, dit was rondje 1. En het ziet er nu nog een beetje rommelig uit, maar volgens mij gaan we dat uiteindelijk met die spons allemaal weg kunnen krijgen. Dan maak je alles nat en glad. En dan gaat rondje 2 erop. Ik weet niet, ik vind dat robuuste voor in de tuin ook wel leuk, toch? Zeker, heel leuk. Dus hij wordt natuurlijk niet zo strak als de muren binnen, maar 1, wij zijn geen stukken door. En 2, het is buiten. Het is toch anders. Plantenbak 1 was gestukt, toen werd het donker, dus toen moesten we stoppen. En toen hebben we later nog plantenbak 2 gestukt.
eigenlijk alles wat ik je in deze tuinmetamorfose deel 2 wil laten zien. Er zijn zo enorm veel stappen gezet en dat gras is zo'n verademing voor onze tuin. Het is echt heerlijk. Ik vind het heel erg leuk dat we zelf die plantenbakken hebben gemaakt en gestuukt. Ik bedoel, je kan dat natuurlijk allemaal door een professional laten doen. Maar ik vond gewoon het hele idee dat we dat soort dingen ook zelf hebben gedaan en dat we daar ook een keer ervaring in op hebben gedaan, vond ik gewoon heel erg leuk. En je merkte echt met plantenbak 2 dat het al zoveel soepeler ging dan met plantenbak 1, omdat je wat meer de smaak te pakken hebt. Dus dat zijn echt projectjes die leuk zijn om zelf te doen in je tuin. Nou, dat kunstgras leggen bijvoorbeeld, dat is echt een project waar ik mijn handen niet aan vuil wil maken. Dus ik ben heel blij dat de mannen van Family Cross dat hebben gedaan. Dit wordt gewoon steeds meer onze droomtuin. Er zijn nog een paar kleine belangrijke dingen die er nog moeten gebeuren. Dat zijn allereerst bomen en planten in de tuin. Die hebben we nog niet. Dus dat ga je zien in deel 3. En er moet nog een keer een schuur komen. We hebben natuurlijk helemaal nog geen schuur. Daarachter in de tuin, daar heb je wel waarschijnlijk een lege plek gezien. Daar moet die schuur dus komen. En dat ga je waarschijnlijk ook nog wel zien. Dat gaan we ergens dit jaar nog doen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Mocht je benieuwd zijn naar de video van het stukken van de bakken, dan moet je even in de beschrijving kijken. Mocht je meer willen weten over Family Cross, dan moet je ook even in de beschrijving kijken. Daar staat een linkje. En dan zie ik je heel snel hopelijk weer voor een nieuwe video. En ik denk, hoop volgende week. Dus tot snel.